vertellen. Ik heb vannacht niet zo heel lang geslapen. Maar dat maakt niet uit. Ik moet nu 3 uur in de trein zitten naar Rome. Dus dan kan ik nog even lekker chucken. Ik ga daarheen voor een casting. Het is echt bizar. Ik word 3 uur moet ik met de trein naar Rome. Voor een casting. Dus we gaan het zien. Klaar mee. We hebben 2 uur geslapen vannacht. Is niet te zien dus schat. Je ziet er lekker uit. Nou, good morning. Het is 2 uur en we willen de deur uit. En wie is hier de sleutels kwijt? Het is 3 uur. En wie is hier de sleutels kwijt? Me. Always. Oké, guys. Dit keer was ik het niet. De eigenaar van het appartement heeft gewoon mijn sleutels meegenomen. Dus dit keer was niet mijn fout. Weet je wat zij zegt? Volgens mij is het gewoon een soort servet of zo. Ja, dat broodje wat net werd geserveerd. Het lijkt op piepschuim. Het lijkt op piepschuim. Eet het. Hallo, ik heb hem niet uitgemaakt. Nee, je gaat het toch niet het eten? Groen! En er was echt een super knappe ober. En die zat dus al de hele tijd even naar Willemijn te kijken en te doen. En de hele tijd, op een gegeven moment gaf hij er gewoon een knipoog. Dus ik zeg, ja, die ziet jou wel zitten. Dus wij hebben er nummer op een briefje geschreven. En toen ging ik afrekenen. Toen gaf hij een bonnetje uit. Dus ik zo, het briefje met mijn nummer en mijn naam. Gaf ik terug aan hem zo, this is for you. En ik keek zo, en toen gingen we weg. En hij zat helemaal zo... Fucking blij. Was je aan het lachen? Ja, duh! Oh mijn god. Jongens, ik ga helemaal stuk. Ik ging boodschappen doen. Je kan dus... Wacht, het regen blijft. Oh, wacht. Oké, okay, je kan dus dan die dingen sparen. Bij elke 10 euro. Bij elke 10 euro krijg je een van een poppetje. Dus wij zeggen gewoon van, oh, mogen we er eentje wel echt maar voor 5 euro boodschappen of zo. En het is die man die echt... Die boeit me echt niet. Heel mijn tas zit vol. Het zijn zo'n Pokémon beestjes. Nieuwe decoratie voor ons huis. Even in cash betalen, maar we konden maximaal 250, dus we hebben zo'n heel die bank is leeg.
Nou, dit is onze kamer. Wil die is even aan het struggelen met haar dekbed. Wat is dit? Je moet hem dus doorbouwen. Hebben we hier een bureautje. En heel veel kastruimte. Dan is dit de gang. Hier is even de was. Badkamer. En onze muur. En de housewife. Nou, oké, jongens. Mijn huid is heel slecht. Maar we hebben onze eerste nacht gehad in het appartement. Hoe was het, Willemijn? We hebben geen warm water. Nee. Het hele huis ruikt naar gas. Dus nou, daar ga ik helemaal slecht op. En we zijn wel wakker. Want we hebben ijskoud gedoucht. We moesten koud douchen, dus we zijn wakker. Maar verder, ja... Het bed staat wel lekker. Het bed is lekker. Maar ja, oh, en we hoorden de hele nacht een bel. Elke minuut gaat er een fucking bel ergens af. Het is heel irritant. My life.